Yo guys, what is up? En super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Ik ben Desley, zoals jullie wederom inmiddels wel weten. En zoals jullie zien, ik sta weer in de SV Survival. Ik ben ook vandaag niet alleen, ik ben vandaag samen met Jaden. Yo, ik ben verkouden. En ik heb een postbus, terwijl ik die niet had, want daar had ik een ander idee voor. Maar ja, ik weet ook wel wie deze heeft neergezet. Dit is namelijk Matthijs. Nee. Oké, dan heb je bus wel heel verkeerd geschreven. Ja, nee, kijk, ik wou even dat hij wat neergooide waar gewoon de brief in kon. Ja, maar dan, ik weet niet... Ja, hij kan niet, hij heeft die page, houd daar maar gewoon bij. Ja, want er staat letterlijk brievenbas. Ja. Niet bij mij wezen. Die gaat wel weg. Ja, doe je ding, joh. En moet dan gaan we dat boekje even eerst lezen. 16-11-22. Oeh. Beste burger, de belasting moet weer worden betaald. Als je maar één huisje hebt, betaal je 15 iron zoals eerst. Bij twee huizen een dia en 15 iron. Bij drie huizen plus 5 dia en 20 iron. Lever de belasting graag in uw belastingsbus. In het gemeentehuis, alvast bedankt. Betalen voor 16-11. Dus ik heb nog even de tijd tussendoor. Dus ja, dan gaan we dat zo snel mogelijk betalen. Maar nu nog niet. Er is nog een bladzijde. Er is nog een bladzijde. Oh ja, er zijn 4 bladzijden. Betalen voor 16-11-2020. Anders boete. Prijs kan oplopen tot 120 diamonds. Met vriendelijke groet, burgemeester Jaden. Oké, hey Jaden, wat dacht je ervan om even een stukje te gaan toeren? Ja, ik vind het prima, maar ik weet niet wat, gewoon even vragen aan jou. Het is wanneer wel een fabriek. Boven op de berg bedoel je? Ja, ja, met oude op. Ja, die fabriek die is van... Oh, wacht, nee, oh ja, sorry, sinds ik die antigif begin ik wat dingen nog af en toe te vergeten. Ja, oké, okay. Waar wil je heen, vertel. Ik zag dat dus een gaar huisje met een boek met ongeveer 11 of 12 bladzijden. Dus ik dacht, dan wil ik wel eens kijken. Weer meer pagina's? Yo, wat? Oké, dat komt ze blijkbaar bekend voor. Ja, dat is het geschiedenis. Ik herinner het van gisteren ongeveer, maar... Dat is het elementenboekje, de geschiedenis van de elementen. En daarin dat boekje wat ook de hele toekomst voorspelt. Letterlijk wat er gaat gebeuren en wat er is gebeurd. Ja, ik kan er niet openen ofzo, maar ik ben omdat ik waarschijnlijk geen element ben. Nee, je kan het niet openen. Dit had ik al gelezen, zonder antwoord gaat King Element met de nette in. Nadat King Element het bouwbedrijf afmaakte, die had ik ook al gelezen. Nadat King Element Future City had gemaakt, dacht hij dat het vrede was. Nadat King Element een boekje vond met Dr. R zijn fabriek, wist hij, ik moet nu iets doen, anders ben ik te laat. Het is tijd. It's now or never. Punt. Heel veel puntjes. Goed, ja, dat was het dus. Waar wil je heen? Vertel. Nou ja, mij lijkt wel om naar de fabriek dan te gaan. Ben je daar al geweest en iets gevonden? Ik wil niet naar de fabriek. Nee. Nee. Nee, de laatste keer dat ik in de fabriek ben geweest, was niet heel goed voor mezelf. Nee. Nou, we kunnen, kom, met mij, kom. Of moet ik beschermen. Of moet ik nu direct het gif weer in je spuiten? Nee. Okay, met z'n tweeën, gewoon met z'n tweeën. Lijkt me wel lekker af en toe. Ik ga die fabriek eerst niet weer in. Echt niet. Oh. Oké, let's go. Gaan we wel? Let's go. Oké, ik bescherm je. Waar ben je eigenlijk? Ik ben je over kwijt. Oh, hier. Yeah. Allee, let's go. Dus ja, ik ben hele goede beschermer, dus het komt helemaal goed. Maar heb jij element water alweer gevonden? Ik was gisteren kwijt, ja. Ik weet niet waar element water is. Ik vind het heel lastig om ook op zoek te gaan, zeg maar. Want element water die... Cliff, dan moet je nou weer zo snel die brug weghalen. Element water die is al namelijk een keer ontvoerd. En ik heb haar toen gevonden omdat ik een soort van
ja, wist van waar moet ik heen en waar kan ze zitten. Ik denk niet dat ze daar nog een keer is geplaatst. Maar voor de mensen die het boekje net hadden gezien via King Element, dit is dus wat ik bedoelde in het boekje. Ja, ja, ja. Dit zijn onze postbussen. Of onze belastingsbussen. En ik heb ook een aankondiging voor jullie. Dit wou ik namelijk in de laatste video doen, jongens. Maar. Ik ga binnenkort mijn rol en de rol King Element ga ik scheiden. Dus zoals jullie ook zien, King Element is de enigste die momenteel belasting betaalt. En ik zelf, dus Desley, staat hier niet tussen. Want Desley wordt namelijk een aparte rol. Aangezien ik de twee rollen niet meer door elkaar wil spelen. Ik wil gewoon dat als ik deze skin aan heb, spreek je me aan met King Element. En daar gaat mijn microfoon. Lekker dit, joh. Laat het bij los, joh. Zal ik ook doen. En als ik Desley speel, kan je me gewoon... Nee, maar mijn microfoon. Hij blijft niet meer zitten. Dit is gay. Ik ga mijn microfoon wel even naar binnen klappen, zodat hij niet meer... Lekker. Ik word ook wel een beetje gek dat mensen hier een keer die palen verneuken. Zolang het nog wil, jongens, gaan we het even zo doen. Nee, schoon hoor. Ja. Ja. Moet je... Ja, wat is dit eigenlijk? Oh, kut geluid. Niet doen. Ja, ik ben wel de burgemeester, dames en heren, maar ik ben later bij het dorpje aangesloten. Ik heb niet alles meegekregen. En ik ben ook een tijdje niet mezelf geweest. Nee, en dat vond ik best wel naar. We kunnen dus zeg maar verder niet in of zo. Ik wel. Of je breekt er gewoon doorheen. Ja. Dat bedoel ik. Wacht. Wacht. Kom eens. Heb je blokken bij? Hey, kom eens. Oh nee. Kijk, want ik kan hier het glas gewoon weer terugplaatsen. Ja, ik niet. Moeten we hierheen? Ja man, dit is de trap naar beneden. Hoort dit? Ik zal niet achter dit glas gaan staan, want dan heb je de dag niet te lopen. Ik denk dat dit bedoelde wat er is gezegd, of hoort het hier al? Bomactie. Dit is morgen. Oh shit. Lijkt me niet heel goed. Nee. Gewoon nee. Hallo? Gewoon even een hele eerlijke vraag aan jou, hè. Is het je nooit opgevallen dat dit steen is en dit weer wat anders? Ja, maar volgens mij heb ik dat zelf gedaan. Fuck, hoe ver gaat dit door? Ja, heb jij het zelf gedaan? Ja, ik denk dat dit de locatie is die we opblazen. Ja, want dit is heel dorp element, maar alles buiten de muur, dus de onderkant van de poster, die hoort daar niet bij. Want dorp element is officieel binnen de muur. En ik denk dat daar de bom voor gaat aanslag gaan plegen. Ja, dit zijn gewoon kaarten, denk ik. Kijk, hij mag het van mij best opblazen, want het wordt binnenkort toch een verlaten dorp, maar ik heb het liever natuurlijk niet. Nou, mij lijkt het leuk dat we het lekker gezellig houden hier, dat we ook als een soort monument hebben. Ik hoef van mij niet weg. Nee. Je ziet ook, alleen alles binnen de muren is het belangrijkste wat er staat. Ja. Yep. Ik denk dat we dit gedeelte maar wel even... moeten onthouden. Ja. Ik denk dat ik dit ook maar gewoon even heel... Hallo? Oh, die is weer raar.
Goed, Jayden, laten we hier weggaan. Ja, laten we hier weggaan, man. Oh, kut. Ik weet niet of dit hoort. Wat? Ja, bij mij. Ik had een beetje delay en ik hak ik dit zo weg. Laat maar liggen. Er zit waarschijnlijk wel wat achter. Ga niet op onderzoek uit. Even niet wat ik zie. Heel laten wij ga weg hier. Heel rustig hier weer weg. En doen. Ik denk dat we hier nog niks mee moeten doen. Ik denk dat we hier nu moeten afwachten. Ik heb geen zin om af te wachten. En als het goed is, moet ik er nu bij kunnen. Cadeautje van Nootje, alsjeblieft. Hoi, ik ben hier weg. Ik heb hier niks gedaan. Goed, maar je wou verder op pad. Ja, we gaan gewoon verder. Ja. Die Red Devil guy boeit mij niks. En wie de fuck er is. Wordt ook eigenlijk best wel heel veel gelogen hier. Ik denk dat... Jij kent heel veel mensen niet. Ik ga het waarschijnlijk nu ook over iemand hebben die jij niet kent. Maat. Maar ik denk dat ik het nu ga hebben over iemand die jij niet kent. Dit is Nick. Nee, die ken ik niet. Nee. Nick die is een beetje een drukke gozer. Ja. Maar die heeft mij waarschijnlijk opgelicht. Die heeft wel geholpen, maar ik heb toen een keer in de zee gestaan. En daar zit ook allemaal gif in en blablabla. Als je in het gif komt, dan verander je heel snel. Hij had mij toen een antigif gegeven en die werkte op dat moment ook. Alleen, ik heb nou weer in het gif gestaan. Ja. Alleen, ik heb het gevoel dat dingen steeds sneller beginnen in zijn werking te gaan. En mij maakt het niet uit. Ik ben iemand die er altijd wel bovenop komt. Alleen, ik heb gisteren een beetje heel naar gereageerd tegenover element water vlak voordat ze wegging. Een beetje boos. Misschien is ze daarom wel weggegaan. Nee, ze is niet weggegaan. Ze is letterlijk ontvoerd. Au. Ze is letterlijk ontvoerd. Goed, waar wil jij heen? Zeg maar, we kunnen die kant op. We kunnen die kant op. Ik wil achter dat witte huisje daar. Daar wil ik achterlangs. Huisje van Thijs. Ja. Element. Teleport. De neppe element. Gecreëerde. Ja, ik noem het nep. Maar weet je, ik vind jij hebt de kracht van een echte element. Ja, maar ja, ik ben ook zijn... Ik oorspronkelijk niet, maar hij weet niet anders als dat ik zijn creëerde ben. Is waar je in gelooft. Maar ja. Kijk, element water, element aarde en element ijs. Dat zijn allemaal wel echte elementen. Ja, van het verleden. Ja. Maar ook van het heden. Want element water en element aarde waren in het verleden heel anders. Want
element. Ik heb niet in de elementgeschiedenis op school. Nee, maar ik kan het je wel een beetje uitleggen. Als het je tenminste interesseert. Ja, je kan het. Yo, hallo. Wat heeft hij? Dat is helemaal niks. Kijk, joh maar. Maar de elementengeschiedenis. Element lucht en element water, dat was in het verleden letterlijk één element. Dat was gewoon één element. Maar die zijn nu gescheiden van elkaar. Dat is net zoals met element aarde. Element aarde, die kon zich in het verleden altijd heel goed connecten met alles. Alles wat betreft aarde. Alleen als element aarde nu te diep onder de grond zit, dan kan ze niks meer. En dat was in het verleden nooit zo. Ik kan mij nog wel herinneren in het verleden dat ik andere elementenmeesters had. Die konden zoveel meer. Nou vind ik het niet erg, want ik vind verandering ook leuk. Alleen... Ik vond dat ook de geschiedenis van elementen. Ik vind het jammer dat element lucht en water nu 2 zijn geworden. En dat het niet meer 1 is. En het waren, van wat ik weet, wel, net als ijs en water, het waren 1, maar... Ook dat, element ijs en water waren ook 1. Oh, een swamp. Een moeras. I see. Half hartje. Het is een beetje fire. Wat is dit dan? Wat is wat? Nou, gewoon een beetje beneden. Ben je in dat water gegaan? Ja, ik ben al uit. Ik wou hier eens naar binnen gaan. Kijk dan dit. Dus lijpa. Waar de fuck ga jij nou weer heen dan? Ik ben gewoon een stukje verder weg gezwommen, ik weet niet waar jij bent. Ik ben dood. Mijn ding ligt onder water, dus ik moet heel snel zijn. Ja, ik ben erbij. Ik moet even snel zo. Oh. En dan... Oh! Oh. Nog een keer? Hey. Ik ga nog één keer. Ik zag een kist. Blijf hier. Wat? Dat lijkt mij interessant. Waar ga je nou weer heen? Ik ben gewoon letterlijk de tunnel verder gegaan. Ik weet niet waar jij heen gaat. Maat! Welk koude tunnel! Ik ga naar boven dus. Ingemento. Ik heb die kist ook geopend. Ik kom eraan. Ik zie jou. Jaden? Yo. What the fuck? Ja, ik weet het ook niet. Ik wil het er niet over hebben. Nare dingen in 2 seconden. Maar je wil niet weten wat er in die... Oh, hey, kijk, hij is er ook. Luister dan, er was iets teringschills in die chest. Nou? Oh, je gaat het niet geloven als ik het je laat zien. Wil je het zien? Ja. Je gaat het echt niet geloven. Nou. Wil je het echt zien? Nou. Fucking hoe toch?
Gewoon een ketting. Kijk. Laten we verder gaan. Ja, oké. Okay. Laten we verder gaan. Wel verder de swamp. Kom maar. Ja, Jaden. We zien kijken wat er wat allemaal is, hè. Ik wil echt ruin portals of dorpjes treffen, jongen. Dat lijkt mij zo leuk. Ga je nou weer naar beneden, jongen? Nee. Jij hebt het ook echt voorzien op caves, hè? Ja. Ja, natuurlijk. Ja. Heb jij geen waterbriefing potions? Kunnen we onder water maar blijven ademen? Die liggen nog thuis. Ruin portal, is deze geloot? Denk het wel. Element lucht, die is hier ook al door de swamp heen geweest, dus... Als jij dan zo meteen naar jouw ding gaat, dan kunnen we die waterbriefing potions halen, ja. En dan kunnen we een beetje onder water blijven en dat soort dingen. Ja, deze is al geloot. Hey. Ja, maar water. Ik wil wel verder de swamp in eerst. Nee, ik vind het helemaal prima mee, joh. Oh, kut liefs. Maar ik wil eigenlijk even van je weten, hè? Ja. Wat vind jij nou, ik wil gewoon je oprechte mening weten. Wat vind jij nou oprecht van Thijs, van Element Teleport? Wat vind je er nou van? Hij is prima. Hij is prima. Kan aardig zijn. Kan een idioot zijn. Twee. Maar ik vind zijn krachten gewoon nep. Zijn ze ook. Ja, kijk, ik echt, en dat is helemaal, ik weet dat hij ook in de stad zit. Maar ik zou echt serieus wel helemaal doodgaan van dat lachen. Als zijn krachten worden afgenomen door de dokter. Nou, ik wil eigenlijk wel ermee bezig gaan dat gaat gebeuren. Dat te kijken of dat hij misschien een echte element kan worden. Hij moet gewoon, net zoals de rest van de elementen, gewoon zijn ware potentieel gewoon vinden. Ja, maar de ware potentieel, wat de fuck heb jij nou over? Je weet toch gewoon dat het gewoon een elementengod is? Nee, dat niet. De element water, lucht en de element aarde. Dat zijn ook geen elementen uit de elementengod. Nee, er is een element gewoon met de kracht van ijs, volgens mij. Nog een paar andere. Maar die is al hoeveel jaar niet gezien? Als ik me goed herinner, is dat nou al wel bijna 40 jaar terug dat die voor het laatst gezien is. Dan kan je beseffen dat ik hem nooit heb gezien. Ik ook niet. Onze voorouders misschien wel. Nee, ik denk zelfs onze ouders nog wel. Ja, dat zou nog kunnen. Hangt er vanaf. Het is de meeste elementen die echt een element... Misschien heeft mijn moeder hem nog gezien. Mijn moeder die was de pittigste, jongen. Dat was element vuur. Hoe zit het eigenlijk met die tombe dan? Want ik zag ook in die tombe dat... dat dinges erin zat. Element ice. En dat die van 40 jaar geleden is. Klopt. Die heeft de god al wel meegemaakt. Maar de element ice is toch de meeste mensen die krachten krijgen, die eerste personen waren toch gekozen door die god? Zo, ineens komt iedereen, maar dat maakt niet uit. Dat is toch zo, of heb ik dat verkeerd? Ja, de krachten worden... Ik kan het je kort uitleggen, want het is mij ooit uitgelegd tot zover ik weet. De elementengod, daar ga je heen en je moet in de elementengod, moet jij een soort... ja, wat is het? Instrumentachtig iets moet jij luiden, dan moet jij op de positie gaan staan van waar jij denkt dat jij een element daarvan bent. En dan wordt er vanaf het instrument een hele straal begeleid naar degene die in het midden staat. Dus dit betekent dat er ook nog een ik zou dan degene zijn die in het midden staat. En alle losse personen, die zouden om mij heen staan. Dit zou betekenen dat er 4 mensen om mij heen moeten staan. Het instrument wordt geluid door mij. Vervolgens,
vervolgens worden de via mij, het instrument, worden de krachten doorgestuurd. Die krachten die komen verspreid over elk persoon die om mij heen staat. En zo is dat in het verleden gebeurd. Maar dit is tegenwoordig niet meer zo, omdat de elementkrachten, of je vindt je ware potentieel, of de elementkrachten die worden automatisch doorgegeven omdat je het kind bent van de element. Ja, en maar misschien komt hij binnenkort wel weer, omdat element I... ik vind het raar. Is de laatste. Ik vind het raar. Want... ik weet niet. Het is echt heel weird. Maar... wat? Mijn vader... dat was element water. Mijn moeder was element vuur. Maar waar heeft de element van water haar krachten dan weg? Dat bedenk ik me dan. Want er was in het verleden altijd maar één element water. En dat was mijn vader. Mijn misschien, moeder was de... Misschien kloppen de geschiedenisboeken ook niet helemaal. Dat de god, dat de elementgod, dat die ook wel de waterkrachten bezit. En een uitverkoren dat. Maar dat er iets is gebeurd ofzo, dat die er gewoon niet meer is. Uiteindelijk is het weer doorgegeven aan elementwater. Dat is de vrouwelijke, dat is de koningin. Ja. Weet niet. Ja, de elementengod is ook al jaren niet gezien, ja. Nee. Ik denk ook dat hij teleurgesteld zou zijn als hij het nu zou zien. Dat is niks naar jou hoor, maar het gaat niet zo heel goed als je dat bedoelt. We zitten in een oorlog met iemand die niet eens elementen heeft. Hij is wel slim. Die Dr. R, volgens mij. Of heb ik dat verkeerd? Het is wel een slimme gozer, ja. Kijk, als hij nou niet kwam voor... whatever, een wraak of zo. Als hij daar nou niet voor kwam... dan gooi je me door, maar gewoon. Dan was er niks aan de hand geweest. Dan had die hele Dr. R gewoon gemogen. Waarvoor is hij hier? Volgens mij was het in eerste instantie voor de ijselement. Maar ja, de ijselement is aan jullie kant, onze kant. Ja, maar de ijselement... ik ga het zo uitleggen. Element... Oeh. Zo'n underwater city is dat, of niet? Ja. Wait, niet gaan looten, ik wil ook weten wat er in de kist zit. Ik kan lekker laten zien op video wat jij weer vindt. Je was wat je wou het uitleggen. Ja. Waar was ik gebleven? Element ijs. Element ijs die is gecreëerd opnieuw weer. Die is weer tot leven gewekt door Dr. R. Dr. R die heeft hem namelijk tot leven gewekt. Want element ijs hoort officieel dood te zijn. Ja, dat zag ik. Maar die is dus weer tot leven gewekt door Dr. R. En dat vind ik niet chill. Want niet waar je liever dat hij dood bleef. Ja. Mag ik vragen waarom? Of heb je daar geen specifieke reden voor? Element ijs is in het verleden een element dat best wel gevaarlijk was. Ja, maar wat ik ook heb gehoord is dat jouw, dat King Element... oh bro, een fishing rod met mending. Dat jouw voorouders... oorlog hebben gestart met element... met de... ja, snap je? Element ijs wil de troon overnemen. Als koning zijn. Ja, maar dat is toch ook al 10.000 jaar al bekend. En hij is daar nog nooit niet van afgezien. Ja, maar dat komt denk ik ook door zijn voorouders, weet je, dat ook wouden. En dan wordt het doorgegeven in de familie. Van, wij zijn eerbetoon aan de troon. Misschien is dat het wel. Kijk, ik heb nog nooit een gesprek met hem gehad. Ja, heel even. Toen hij mij het antigif gaf, maar daar bleef het ook wel bij. Oeh, leuk. Nee. Hé, man, ik ga weer naar huis, man. Ik ga lekker even naar mijn bed toe. Dus ik doe gewoon lekker heel simpel zo. Hier, als er iets is, kunnen we laten weten, oké? Ja.
Ik ga heel even een beetje verder toe. Ik wil even wat doen. Blijf waar je bent, alsjeblieft. Waar ben je momenteel, Jay? Dezelfde plek. Daar. Okay. Want dan ga ik even zo doen. Even zo doen. Wat heb je, 1 seconde? En dan doe ik even zo. Ja, ik zoek wel even weg. Kijk. Ik heb namelijk hier een buried treasure map. Ik heb alleen geen hout bij me, dus ik kan geen bootje maken. Hoe ik die buried treasure map überhaupt ga zoeken, is ik wil wel met die buried treasure map met Matthijs. Misschien vindt hij dat wel leuk, ja. Hey, is Matthijs toevallig aanwezig? En dan moet hier wat komen, en daar... Hey, Matthijs, lelijke lamlul. En daar, en hier, zes, zo... Hallo. Ja, hallo. Hallo. Ik zit even wat berekeningen te doen. Wij gaan samen naar Buried Treasure Map op zoek. Is goed, meneer. Nu? Oké, dan moet ik even wat opmerken hoor, wacht even. Oh, Jenny, jij was natuurlijk... Huh? Zag ik dat nou goed, inderdaad? Hoezo heb ik niet gezien dat hij de game is gejoind? En waar is... Waarom... Waar de... Waar... Oké. Even kalm. The fuck. Zo. Ik kan dus zomaar mijn survival binnenkomen, heb ik nu wel weer door. Wat is er? Niks. Alleen... Ik heb ineens geen zin meer om naar die buried treasure map te zoeken, jongens. Vooral niet in deze video. Ik wil deze video gaan beëindigen, want ik wil de aankomende tijd niet echt te lange video's gaan maken. Dus ik wil jullie alvast bedanken voor het kijken. En bij de volgende video. En het kan zijn dat de volgende video de één na laatste video is van dit hoofdstuk. Dus dat kan betekenen dat wij helemaal niet meer naar de Buried Treasure Map op zoek gaan in de aankomende 2 video's. Want de volgende video is waarschijnlijk 1,5 voorbereiding op het gevecht. Tot ziens.